moeten maar even kijken als die wespen. En heb je die aanhouden? Oh, lekker. Alsjeblieft, ja, houd die bladje weg. Ja? Oh, lekker. Die jasjes, hè? Nou, dat zo'n klein meisje zo'n jasje. Hebben jullie nog zo'n klein jasje? Dit is de laatste, de enige nog die ik heb. Oh ja, die heb zij ook aan, de XS'je. Winpassen. Ja, die was heel klein hoor. Die was heel klein. Zo, armpjes er doorheen. Echt waar? Oh, gefeliciteerd alvast. Hoe oud word je? 13. Oh, ga je naar de middelbare school ook? Nee, ik ga naar de tweede. Oh, oké. Leuk. Ik heb wel verrassing gehouden. Ah, superleuk. Voor je in de verjaardag. Ik heb het ook ja. Cool. En hoe vond je het? Ja? Leuk. Goed zo. Ja, mooi zo. Ja, want de kies is ja, die is nu van haar, hè? Ja, leuk. Wordt hij mooi? Ja, die wespen zitten er net niet op. Nee, goed zo. Gelukkig goed zo. Maar. Ja, hij wordt maar hij is leuk. Leuk. Ja. Echt leuk. Nou, en een trui. Nou, klaar. Helemaal gelukkig. Goed nou. Zo. Ja, tuurlijk. Ja, het zijn eigenlijk gewoon net van die sportleggings. Ja. Want ik heb van deze alleen nog maar XS. Ja, ik heb zelf ook een M, dus ja. De rest is, ja, die is al uitverkocht. Van deze, wat voor maat weet je? Hoe gaat ie? Ja, ik denk 2 Mooi om te horen. Mag er ook wel lekker. Ik heb ijs. Wat een schatje. Ja. Kan ik je helpen? Nee, ik doe eigenlijk dat, maar ik heb bijvoorbeeld, ik heb deze, Love is Love, ik heb hem ook aan. Ja, die, een deel daarvan van het, Ja, maar hij heeft ook nou een leuke vriendin. Hoeveel? Oh, oké, goed zo. Maak even eentje voor je open, ja? Ik heb mijn Love is Love shirt van Utopia Pride. Een deel daarvan die gaat naar het goede doel om jongeren te helpen die, yes, om jongeren, te helpen die dan nog in de kast zitten. Ja, om die. Ja. Ja, is. Ja, dus ik heb gevoelens voor iemand, maar niet seksueel aids. Maar... Wacht, aids? Aids. Oh, aids. Ja. Oh, stond aids. Ik dacht, ja, aids ken ik wel. Nee, mag ik je vertellen, jullie aan een verschrikkelijk leuk kindje. Ja. Kijken. Hé? Ik zit hier even te kletsen. Nee, die kende ik dan nog niet. Eens. Doe in dat bloemetje zetten. Dat is wel wat leuker, denk ik. Het zijn van die kale lijntjes. Nee. Hij ligt aan hoe licht hij is en wat je erbij. Maar heel veel mensen die komen binnen met zoiets, pikzwart, en die willen er een portret overheen. Ja, maar dat zou dan echt zwart worden. Echt heel donker, ja. Wat? Vanaf maart. Dat is heel lang. Je moet zag er goed uit. Noemt wel. Vond ik wel, ja, vond ik echt. Ja, zachter of zo. Ja, ja. Maar ook gewoon goed. Mm-hmm. De laatste keer dat ik toen denk ik, vond ik dat wat minder goed eruit ging zitten voelen. Ja.
Ja, en dan vind ik het genoeg geweest en dan ga ik lekker naar huis. Ja. Geniet er maar lekker. Ja, ga ik doen. Wie weet zien we nog een keer de volgende maand. Ja, ik ben benieuwd wat het thema dan is. Ja. Het doet wel wat met thema's. Ja, ja, vind ik wel. Naar mij dat vind ik ook leuk. Dat vind ik lekkerder. Ja, veel beter. Ja. Ja, in het begin is het natuurlijk opbouwen, dat is logisch. Maar op een gegeven moment kan je dan ja. Je moet gewoon vasthouden. Nou. Ja, nu loopt het allemaal gewoon lekker. En van tevoren voorbereiden, en ja. Dat helpt ook. Dit is echt volgens mij de eerste markt dat we echt goed voorbereid zijn. Dat de kistjes af was, dat dat af was, dat alles gedaan was. Dat ik dacht van wow, we kunnen het dus wel. Ja. Dezelfde dag nog vaak bezig, druk met kistjes maken. Ja. Ja, dezelfde dag nog. Ja. Ik vind sowieso die plek daarachter, die kuil, ik heb nu ook bezig. Nou, leuk hè? Ja, veel beter zo. Echt leuk. Sowieso alles waar toen jullie binnenkwamen. Ja, het is toch een wereld van verschil. Ja, joh. Ja, hartstikke mooi. Nou, geniet ervan nog, hè? Ja, dankjewel. Doei. Doei. Nooit lekker zo. We wachten wel even tot ze uitgegeven. Ik ben bijna klaar. Bijna. Ja. Gelukkig, hè? Oh, dat ga ik zo even weg. Yes, thank you. Een Polly? Een Polly. Polly. Moet ik blijven zitten of? Ja. Moet ze blijven zitten? Hoe? Ja. Zo? Ik wil aan die kant. Ja. Leuk. Wat hoor? Jullie dan iets zakken, oh, anders dan is het echt groot. Zo maar. Een soort, nou ja. Ja, komt ie. Leuk. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Hoi. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ik hoop dat je nog een fijne verjaardag verder hebt. Ja, komt goed. Doei doei. Doei doei. Ja, komt goed. Ja. Ja, dat vond ik ook. Echt een hart op de dream voor jou. Ja, die had ik echt nodig. Ja, dat was zien naar je. Jeetje, ik was echt even 2 dagen of 3 dagen was ik gewoon echt niet meer te genieten. Nee, dat kon je ook wel zien. En ja, ik merkte het ook aan mezelf. En mijn gezicht spreekt waarschijnlijk niet altijd, maar best wel boekdelen. Dus ja, nee, ik had er echt behoefte aan. Echt wel dat je opklaarde. Vooral de moeder te zien wat er ging. Ja. Nou, fijn. Mama, ja. Ja. Ja, volgend jaar weer. Ja, hoe lang blijf je nog, denk ik? Of tot december, of tot februari. En dan is het mooi geweest, dan ga ik lekker naar huis. Ja, ja. Is ook een keer klaar natuurlijk. Dat is waar, ja. En ja, weet je, het ligt er ook gewoon aan waar ik mee bezig ben. Maar ik ga er gewoon voor zorgen dat februari gewoon de laatste maand is, dat ik gewoon lekker ga genieten van Utopia. En, ja, dat snap ik wel. En dan is het gewoon af. Ja. En ook gewoon al die tijd ervoor ook genieten. Van. Ja, dat, kijk, dat doe je ook wel. Alleen, je bent wel continu... laat maar zeggen, je hebt niet heel vaak een helikopterview dat je even eruit bent. En dat je dan even kan kijken van wat er allemaal gebeurt en dan weer terug kan komen. Maar je zit er echt continu in, ja. En dat is best wel moeilijk. Ja, dat is best wel gewoon pittig. Ja, maar wel de dingen die je zelf moet doen, denk ik ook. Als je staat of je kappen knippen wil of zo. Ik snap wel dat dat best moeilijk is. Ja, klopt. En ik ben natuurlijk ook bezig met acteren. Ja. Dus die filmavond van 1 september, daar ben ik ook mee bezig. Dat vind ik ook knap dat je dat ook kan durven te pakken hoor. Ja. Echt. Ja, ik wil het ook durft, ook zomaar van een paar vrienden reden. Ik zou dichtslaan. Ja. Heerlijk hoor. Ja, ik wou het gewoon heel graag. Ik weet je, ik had het al vanaf kleinste farm had ik al die droom. Ja. Maar nooit durven uitspreken hier. Nee, en uiteindelijk dacht ik van, weet je, het is nu of nooit. Dus, ik snap hem, ja. Fout gelijk toch? Ja. Ja, ik geef je gelijk erin. En hier heb je ook de platform. Ja, dat ook. Ik stap om naartoe te gaan. Ja. En dan weten de mensen ook thuis wat ik wil en welke richting ik op wil gaan. En, ja. Ja, ik vind het knap hoor. Ik heb echt een beetje af van jullie allemaal. Echt, ik kom nou proberen naar zoveel mogelijk eigenlijk te komen op de markt. Maar ik heb echt een beetje af dat je het allemaal voor elkaar krijgt. Ja. Ja, je moet wel. Ja. Hoi. Zal ik je haar even invlechten? Ja, doe maar. Kan ik wel? Ja, je mag het voor mij doen. Nee, gewoon. Oh, mensen kunnen goed. Maar wij gaan weer even verder. Ja, is goed. Hoi, wat is slecht?
Oude mensen nog wat? Oude mensen kunnen dat goed, zegt hij. Nou, ook jonge mensen. Ja, dat is dan je vriend. Hè? Ja, nou ja. Lekker, lekker belangrijk. Lekker belangrijk, ja. Hoi. Die paar haartjes die hij heeft, wil je afknippen? Ja? En dan de paar haartjes bovenop. En dit wil je laten zo? Nee. Alles eraf. Oh, dit gewoon hierheen. Nee, gewoon... Nou, millimeter. Millimeteren. Ja, zeker weten. Je mag zitten. Is dit? Oh. Mag ook. Dan moet ik hier bovenop gaan zitten of gaan staan. Ja, zeker weten. Ik maak alleen even een fotootje. Ja, heb ik gezegd, hè? Ja, klopt. Komt-ie. Alsjeblieft. Yes, dankjewel. Fijne dag. Ja, jij ook. Voor het werk. Oh, geen probleem. Ja, het ging er al een beetje op. Oké. Mag ik er mee op? Ja, ik heb betaald. Nee, helemaal. Ja, weet je het alweer? Oké, millimeteren. Mag je ietsjes naar beneden kijken zo? Ja. Nou. Oh ja, dit is niet aan. Ja. Niet mee wachten? Niet? Oké. Om de twee maanden te doen. Even, nou dan groeit je haar wel snel, hé. Vind ik. 2 maanden. Maar ben je al een beetje gewend op je verjaardag? Ja, zeker weten. Ja. Eerste verjaardag? Nee, mijn tweede. De tweede wel al. Ja, de eerste verjaardag had ik Gordon op bezoek. Oh ja. Nee, ik wist niet dat ik de eerste verjaardag. Ik heb mijn beertje heb ik er gelijk in huis gezet. Ja, ze had ook een foto gemaakt met beertje en een keetje. Ja. Wou ze eigenlijk eerst, maar ja, ze mag het telefoon niet meenemen. Daar waait hij helemaal weg. Daar waait hij helemaal weg. Dit moet wel de makkelijkste 20 euro zijn die je denkt. Ja, zeker weten. Dat is echt waar, ja. Is het meegevallen hoe je erin bent gekomen? Was het gewacht hetzelfde? Ik wist niet wat ik kon verwachten, om heel eerlijk te zijn. Nee. Hoe kan me er wat voor? Niet eigenlijk, gewoon aangemeld en ja, blanco. Het lijkt me heel raar dat je dan op een telefoontje kijkt, ja, je mag niet op je gaan worden. Ja, dat was ook heel raar. Wat moet ik dan meenemen? Ja, ik was natuurlijk in het begin, ik was in het begin, dus daar, ja. Dan had je juist de echte dingen nodig die je, zoals je hangmat, je één trui, één broek, twee paar sokken, weet je. Je moest echt zo min mogelijk meenemen en de dingen die je echt nodig had voor in het begin, die deed je dan in je kist. Oh, dat lijkt me vreselijk voor vooral. Ja, ik vond het juist wel echt een avontuur. Ja? Ja, ik vond het echt heel, heel tof. Ik vond dat denk ik nog wel echt de leukste tijd hier. Toen we niks hadden en... En hoe ziet jouw ideale wereld dan nu momenteel uit? Mijn ideale wereld? Onbeperkt douchen? Sowieso wel een douche en een wc. Dat lijkt ook inderdaad heerlijk als je die dat moet hebben. En even kijken... Even denken hoor... ja, en gewoon mensen om je heen die positief zijn. Ja. Dus bij deze. Maar douchen en je huisje. Dus echt een plek waar je kan... Waar je kan slapen. Ja, je moet er net wat tegen kunnen dat je naar buiten gaat. Dat is gesprek hoor. Ja, want ik sliep natuurlijk in de hangmat buiten. En dat was best wel. Ja. Het is wel een leuk dat je het altijd weer meegemaakt, denk ik.
ja, dat is wel, je hebt alles echt zien opbouwen. Of tenminste, van niets naar iets. En dat is wat ik graag wou. Nee, ik was de 11e. 11e. Dat is nummer 11. Je hebt ook hier nummer 11 gedatoreerd. Ja, ik was nummer 11 toen ik binnenkwam. Ik weet wel zeker dat mensen het onderschatten. Ja. Ja, dat ga ik zeker doen. Altijd. Zo geen bolletje of kraaitje, zo 20 euro. Tien jaar. Ja, ik moet wel heel realistisch zijn als ik hier buiten ben. Dan kan ik niet verwachten dat ik gelijk actrice ben. Maar dat is wel een droom die ik voor mezelf wil realiseren hier buiten. En hier binnen eigenlijk ook. Maar ja, er moet gewoon geld op de plank komen. Dus ja, hoe ga je dat doen? En dan ga ik dat uiteraard weer met het knippen. Zou je graag dat toneelstuk ja, geen toneelstuk. Die wil ik gewoon in een soap of in een film wil ik spelen. Je bent gewoon met een Zo. Kijk, zit hier ook nog wat haartjes. Alsjeblieft. Dankjewel. Doeg. Ja, zeker weten. Ja. Ja, tuurlijk. Als jij een polyvrouw hierheen wil halen, dan ga ik met jou op de foto. Oké. Het is eigenlijk met drie. Oh, met drie. En met wie nog meer? Met wie nog meer? Oké. Als we dan even naar het midden toe kunnen, dan ben ik daar. Ja? 20 euro. Denk nou niet meer, hè? Nu niet meer, hè? Laatste nu? 5 of 6. 5 of 6. Jawel, zou kunnen nog, hierna. Ja? Ja, het blijft tot 7 uur open. Ja, tot 7 uur is het. Oh, ik dacht tot 6 uur. Nee, tot 7 uur. Oh, je hebt een beetje... Hoe wil je het hebben?
Hier wil je porter. Ja, is goed. Dat mag ook kort. Mag je je hoofd uitzien? Je hoofd uit? Mag het doorschijnend zijn? Ja? Shelly, hè, dat zijn. Kan hij dat thuis zeggen? Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja. Ja, ja. Tijd gaat veel. Ja. Doe je niks aan, hè? Nee. Heb je gezongen voor je vanmorgen? Ja? Oh, wat lief. Wat leuk. Laten. Nou. Even kijken hoe dit geknipt is de vorige keer. Ja, ik heb net eigenlijk even een patatje gegeten. Uitgaat. Uitgaat. Doe normaal, man. Ja, kom ze brengen. Wil ze me die pol messen met friet en zo? Ja, eigenlijk wel. Dank je, lieve schat. Dank je, schat. Is dat goed met je? Ja, ik ben wel een beetje moe.
Dan ga je zitten. Maar dan moet je het ook aangeven aan. Ja, want ik hoef nu bijna niks meer te doen. Dus. Oh. We willen gewoon aangeven als je moe wordt, dat je even, ja, dat je even rustig gaat. Oh. Er wordt wel goed voor je gezorgd. Ja. En jij zorgt weer voor ons. Dankjewel, schat. Dank jullie, Pie. Shelly wou er ook bij en Shelly zei als er even in het midden kon, dan kon ze er zo heen lopen. Ja, dat is ook goed. Ja hoor. En Merel. Ik heb Shelly al. Oh, wat goed. En mij ook, hè, zie je? Dat ben ik. Ja, dan hoeven jullie naar midden. Wat is dat? Wat? Dat is een microfoontje. Dan kan iedereen ons goed horen. Oh, daar ook, ja. Ja, gaan we daarheen? Mileno? Wat moeten we doen? Foto. Doei doei!
Abby ook, hè? Wat? Die Polly. Ja, wat is dat? Oh, ik zag Lucas. Ja. Ik zag het wel wat ook daar. Ja, maar ze wil jou er ook bij. Ja, maar ja, kijk, hier staat ja, maar jongen, die zijn allebei, hè? Ja. Dat is waar. Ja, en dit is ook voor mij. Gekhuis. Ja? Ja. Ja, als we eraan komen lopen is het helemaal druk ook. Maar leuk? Ja, superleuk. Ja. Ja. Maar zei dan, we moeten wel iets maken, want je staat nu alleen maar met je rug naar iedereen toe. Ja. Ja. Misschien beter. Balietje zo nog erbij. Ja. Ja. Maar er staat Andrea nu, dus dat moeten we wel iets van een plank zo maken. Okay. Ja. Ja. Dus, maar op een gegeven moment konden we er niet meer tegenaan bakken. En ik was aan het bakken en ondertussen allemaal dingen, al die mensen natuurlijk. Ja, dat komt Patrice ook zei ik elke keer, sorry. Ja. Ga ik hout halen, sorry Patrice, ik ben een half uur weg. Ja, maar dat kan je ook niet doen, dat is er helemaal bij. Ja. Dus, ja. Ik ga wel terug aan Patrice. Uurtje nog. Ja, ik ga wat drinken halen, dat ging goed. Ja. Borrel heb ik trekking. Borrel. Maar deze of zo. Of heb je die, ga je die geven? Wat voor die meneer? Mag ik hem niet geven? Echt? Oh nee, dan wacht ik wel. Nee, maar joh. Ja? Oké, dankjewel. Mensen staan te wachten voor de rondleiding, hoor ik net. Nou, dan ga ik het even zeggen. Ja. Het laatste is leuk. Ja, nou, hij komt. Vrienden gaan hem even halen. Maar er komt sowieso een rondleiding. Stift hoor. Ja. Zo. Maar ik zou iets moeten winnen. Ja, nou je gaat niet winnen. Ik heb toch gehoord. Hi. Zou je iets moeten willen maken? Ja, natuurlijk. Zo. Ja, pa, bloemetje erop. Alsjeblieft. Ja, waar is die dan? Nee, dit keer niet. Nee, volgende keer wel weer. Ja. Ja, ik eigenlijk ook wel, maar het was zo druk. Ook met de muziek. Ja, daarom. Ja. Programma, anders volgende keer. Ja, ja. Dan kunnen we lekker een goede en alle tijd ervoor. Ja? Oh, bedankt. Ja. Ja, die willen we ook echt volgende markt gaan doen. Dus, ja. God, wat een lelijk. Oh, bedankt. Niet normaal. Bedankt. Kun je jou straks de kop meenemen? Ja, leuk. Waar is Gerrit? Hey, hebben jullie Gerrit gezien? Gerrit? Ja. Die is straks daar achterdoor gelopen. Oh jezus. Naar de, waar de dingen staat. Oké. Oké, dan ga ik even kijken. Bedankt. Ja, ik weet wie je bedoelt. Echt hè? Oh, nee. Maar wel leuk. Heel leuk. Doe die boeken. Doei.
staat erop. Zullen we rustig gaan? Ja, kom goed. Doei, doei. De volgende keer trouwens. Kom de volgende keer weer terug. Ja, yes. Doeg. En fijne reis nog. Ja, dankjewel. Yes. Hey, doei, doeg. Adriaan zegt dat ik binnenkort naar huis. Ik had deze dame had ik met hun beloofd. Ja, oh, nu weet ik het ook even niet meer. Adriaan zegt dat ik zo meteen naar huis ga. Zometeen. Ja, ik hoor het. Zometeen. Ja, alsjeblieft. Ja. Je zal het wel, hè? Ja, als Adriaan het zegt. Dat vind ik heel fijn. Toppie. Ja, dankjewel. Bedankt. Wat zei je? Kijk eens, als jij zo'n tekening ja, zeker. Hey, jullie doen het goed, hoor. Dankjewel. Ah, super, dank je. Yes! Zij willen er wel tussenin. Ja, inderdaad. Ja. Dat moet. Ja. Jolanda, komt-ie. Dankjewel. Jullie bedankt. Ja. Oké, goed zo. Oei. Och, hou op met me. Wegwees. Nou, ik weet echt zeker dat ik er een kreeg. Ja, ja. Hoe die wees er niet? Kan het nou, jongen? Jeetje, hebben allebei geen stift bij. Ja, ik heb wel een stift. Ah, doei, Jesse. Maar hier al, oh, dat is jammer. Stift. Ja, nee. Bij zich, dus, Ik zou even verder gaan zoeken, als jij was. Volgende. Bedankt voor het kopen van een product van de Gerskebakkerij. Ja, alsjeblieft. Hartelijk dank. Alsjeblieft. Ja. Hey, dankjewel. Een rustief, man. Ja, dat is echt... De andere is nog... Kom maar ook. Voor de verandering. Ja. Hé, hey, is dat mijn stift? Nou, ik geloof het niet. Nee, echt niet. Kun je ze maken? Mij heeft een heel bijzonder... Ja, die had ik ook. Riphapje. Dat ja, had ik ook. Heel precies hetzelfde. Ik heb lekker zelf al vastgeteld. Ja? Ja? Had ik het vorige keer nog hardop gedaan? Volgens mij wel, hè? Ja, klopt. Ja, er zat in ieder geval heel veel verschil tussen. Ja, maar nu niet. Nee? Nee. Of wel. Ja, weet ik niet. Ik zat nu op 1-0-3. Ja, ja. Dus we gaan even rennen. Over de 1000, ja. Over de 1000? Ja. Wat? Ik? Van? Polies. Oh! Ligt te slapen of zo? Ja. Ligt te slapen? Nee, ik volg het gesprek even niet. Ik vind jou niet interessant. Nee, dat is niet. Ik vind het wel heel erg interessant. Ja, nee, dat... Ik vind het echt onwijs cool. Ja, maar ik vind Jesse niet interessant. Oh, maar wel toch dat ik dat gewoon zo weer geregeld heb? Nee, tuurlijk. Ja. Hey. Dankjewel. Ja, tuurlijk. Ik vind het leuk. Oh, ik ja. Mag, ik ja. Mag. Ja. Geweldig. Misschien iemand patat? Ja. Oh, ja, sorry, sorry. Hij met de... Hij was er net. Dan ga ik weg. Nu ben ik boos. Dan hoeft het ook allemaal niet meer! Je bent er klaar mee. Ja, ik ben helemaal klaar mee. Oh, ik ben helemaal klaar mee. Nee, dus dat ziet je niet. Ja. Kom jij eens hier, want dan moet je voor Eindhoven naar voor een handtekening zetten. Ja, dat is helemaal goed. Want anders mogen wij niet meer terugkomen. Wel, zegt ze. Alsjeblieft, schat. Yes. Ik heb alleen geen bonnetjes. Dat is niet uit, mij. Ja. Ja, ik ben in al tekenen. Wel even erop zetten. Oh. Oeh. Katie. Ja, daar heb je. Wel even erop zetten voor Eindhoven van Gerrit, hè? Oh god, dan moet ik even een andere stift hebben. Doet hij niet. Ja. Lex, zet Lex. Heb jij een stiftje voor mij? Ja, natuurlijk, schat. Ja. Wat moest ik erop zetten? Voor Eindhoven van Gerrit, hè? Oh, ze kunnen wij hier ook munten wisselen of niet? Ja, toch? Wat kunnen wij? Munten wisselen? Ik bedoel, deze zat in de kassa. Nou, zou ik eerder bij Jesse doen, want anders klop je merchandisekassa niet. Oh, want ik heb wel munten aangenomen namelijk, vandaar. Voor wat? Toen voor iets vandaar. Dus dan kan je daarmee wisselen. Ja, als je daar... Ja, dan kan het zeker. Kan het wel. Ja, 2, 4, 6, 8. Dat is dan. Dit is 4 of 5. Oh.
pak. Oh, dankjewel. Ja, die app wil ik in de buitenwereld altijd gedaan? Nee joh, nee, het was hier in één keer. Ik dacht van, nou, ik ga vloggen. Leuk. Ja, nou, dank je. Ja, dat is wel leuk. Hier leer ik het een beetje. Dankjewel. Dan kan ik er buiten mee verder. Ja, superleuk. Ja. Ik krijg 10 euro terug en je hebt 5 minuten. Super. Yes. Dankjewel. Geen probleem. Ja. Nou, nou, veel plezier. Ja, ja, jullie ook. Ik ook. Ja, dankjewel. Ja. Hey, veel plezier met de rondleiding. Joejoe. Is gezellig. MDM met de meiden. Ja, gewoon doorgaan. Ja, precies. Wat doe je? Nou, eigenlijk zocht ik die meiden die daar staan. Ik had wat leuks gezien. En die zijn volgens mij een rondje aan het lopen. Mijn zusje had het erover. Die zei van, oh ja, André. Die was al kapot. Ja, Bas. Heel goed. Gaat het alsjeblieft nou niet promoten? Ja, dat is echt jammer. Ja, het is nu, nog niet. Maar we verdienen geld in Utopia. En meestal wordt dat geïnvesteerd of worden er rekeningen mee betaald. Maar het is ook natuurlijk de bedoeling dat we Utopia een beetje opbouwen. Hoi, high five. Boom. Het is natuurlijk ook de bedoeling dat we Utopia een beetje opbouwen. Zo is er onlangs een grasveld daar geplaatst. We zijn bezig, het sanitair gebouw heeft ook 8000 euro gekost. En dat zijn allemaal dingen die wij weer bouwen om het hier weer wat mooier te maken en wat toegankelijker en ook weer wat menselijker. Want het sanitair gebouw bijvoorbeeld, waar we hadden in eerste instantie hadden we een hutje, nou, daar word je echt niet blij van. Echt, dan denk je van, nou, ik vind het leuk dat ik ben geweest, maar niet weer. Maar ja, goed, uiteindelijk gaan we wel een beetje richting de goede kant. En een sanitair gebouw, het is allemaal redelijk. En zo hoop ik dat het met alles zo gaat. Bijvoorbeeld het slechte weer komt er ook weer aan. En dan is het wel fijn om hier weer een beetje buiten te kunnen, of binnen te kunnen sporten, in plaats van buiten. Want ja, als het een beetje gaat regenen, dan denk ik van, nou, laat me zitten, ik ga morgen wel sporten. Zeker ik. Ja, ik denk van, joh, laat maar. Maar ja, nu is het bijna 2 koprollen en dan ben ik in de sportschool. Dus jongens, ik word fit. Ja. Nou, nu zijn we ook aangekomen bij misschien wel het meest unieke. Doei, tot woensdag weer, denk ik. Yes. Ook. Hé Patrice, overging hard hè? Ja, Brian. Hey. Heb je nog patat? Nee. Oh. Volgende keer nog meer? Nee hoor. Tot 1 uur 's nachts weer. Ja, ik heb een beetje hoofdpijn. Aardig deurtje. Heb ik het nog? Anders hebben we eigenlijk bijna niet gedaan, hè? Nee, maar elke keer is natuurlijk ook, dan komen die beesten. Ja. Dan weer weg, hoor. Ja. Nou, gewoon bikkels. Ja. Ik wil alleen maar bikkels. Eten we gewoon hierop.
Oh, even eten. Ik kreeg nog Ja, sorry, van die ene bak zei, maar toen was het helemaal niet gaar. Ik denk, ja, die moeten echt. Oh, dat is alleen maar goed. Maar daarom ook, ik zei veel gewoon lustig. Wij hebben ze helemaal niet gegeten poffertjes. Dus nee. Ik heb net toch... Ja, ik ben er niet moeilijk in. Ik bedoel, je zegt het niet voor niets. Precies. Dus dat heb ik ook gewoon te luisteren. Ik doe het als een team, dus... Ja. Dat kan ik heel bij de hand doen, ook bij mensen. Ja. Ze heeft gekost. De boot van Jessie. Nou, Jessie... Ja, wat moest je daarvan vinden? Nou, ik vond het in het begin een beetje een arrogante kwallenbak. Ja, daar zal ik ook heel eerlijk over zijn. Hij kwam met een bepaalde attitude, kwam nu binnen. En hij kwam in één keer met een boot binnen. Terwijl wij hier hebben gestreden om bijvoorbeeld een Mogolse tent. Of dat het geld daar naartoe moest, of naar een huisje, of weet ik veel wat. En dan komt hij in één keer binnen met een boot. Dat vond ik best wel oneerlijk. Nou, uiteindelijk moet je dat een beetje laten bezinken. Maar ja, je zit hier en je moet er gewoon mee dealen. Dus uiteindelijk, Jessie, kwallenbak, ja... Moet ik een beetje op terugkomen. Hartstikke leuke vent. Soms. Maar nee, ik kan het heel goed met hem vinden en daar ben ik hartstikke blij mee. Het is wel echt een maatje van me geworden. En ja, en soms, hij heeft ook een beetje humor. Dus dat vind ik ook wel lekker. Dus dan kun je daar een beetje mee stoeien. Dus hier is de boot van Jessie. En ik zou Jessie en Merel zeggen. Ja, Merel slaapt er ook het meest van de tijd. Sinds er een tweepersoonsbed is, is ze er niet meer weg te slaan. Ja, op een week geleden na, want ja, toen was het even klaar met Jessie en Merel. Maar ja, nu is het weer een gelukkig stel en dan bloeit de liefde weer. Dat is toch hartstikke leuk? Ben ik aan het spoilen? Beetje aan het spoilen. Nou, dat is toch hartstikke leuk? Nou, die hebben nog een relatie. Of nu weer een relatie, zo moet ik hem benoemen. Nee, dus dat is hartstikke leuk. Hier aan de linkerkant, om het hoekie, heb je eigenlijk de schuilplaats van... Van mij en Jessie. Vanochtend was het bezoek van Shelly hier. En toen heeft Jessie eigenlijk, die wou me eigenlijk een beetje beschermen. En zei van, joh, we gaan lekker onderduiken. Letterlijk. Dus hij heeft een wetsuit geregeld voor ons beiden. En snorkels voor ons beiden. En toen zijn we, toen het bezoek van Shelly hier is gekomen, zijn we in een vijver gedoken. En zo ploep, ondergedoken. Zodat we de confrontatie niet aan hoeven met de ouders van Shelly. Of in ieder geval de familie van Shelly. En het is gelukt. Nou, dat is toch leuk? Ja, ja. We hebben anderhalf uur lang hebben wij in het water gedobberd. En het was fucking koud, jongens. Het was echt niet te harde. Echt, op een gegeven moment... We zaten echt... Rrrr. En op een gegeven moment kwam Merel wat eten brengen. En ze zei van, nou, dit is niet goed wat jullie doen. Want jullie alleen maar klappertanden enzovoort enzovoort. We zeiden, nee, we moeten hier blijven. We moeten niet in contact komen met de familie van Shelly. Is gelukt. Uiteindelijk hebben we een anderhalf uur hier gezeten en in de vijver. Uiteindelijk zijn we dus in de boot gevlucht. Nou, er komt normaal gesproken ook geen hond. Dus deze keer ook niet. En, maar ja, je moet je kunnen voorstellen, als je wacht... Hè, als we een keer op de trein wachten of op de bus wachten... Joh, dan gaan we lekker zitten en dan gaan we lekker met de telefoon even een beetje gluren. Maar ja, dat is hier niet het geval. Dus op een gegeven moment zit je een beetje tegenover elkaar. Dan moet je anderhalf uur wachten, jongens. Dat is niet te zuinig, hoor. Dus uiteindelijk zijn we het laatste kwartiertje, half uurtje, zijn we naar de douche gerend. Hebben daar de deur op slot gedaan. Totdat, en ik als laatste, want ik bleef hier het langste natuurlijk, want ik kon het echt niet maken. Uiteindelijk in de douche gestapt, deurtje op slot en... Milene, is het bezoek al weg? Nou, we staan nu bij de poort. Nou, dan wacht ik nog wel even. Klik! Nou, en zo is het een beetje voorgegaan. En uiteindelijk niet gezien, hartstikke leuk. En ja, heeft me toch wel een beetje wat verwijten naar mijn hoofd geschild. Nou goed, dankjewel. Nou, en jullie zijn live getuigen van een paar eendjes. Nou, dat is hartstikke leuk. Dat zijn ook onze huisdiertjes. En we zitten hier natuurlijk ook op Palma Beach. Voor de mensen die Utopia 2 in het begin ook hebben gekeken. Hier hadden we eigenlijk een soort van tropical vibe gecreëerd. Vorig jaar zomer. En dan hadden we een tiki barretje. Hadden we het helemaal omheining gemaakt. Want het was in eerste instantie gewoon echt één groot oerwoud. Dus hier hebben we zand neergepleurd. En dat staat er nog steeds. Alleen we doen er niks meer mee. Dat is hartstikke fijn. Heb je hier ook de Utopiaanse vijver? Nou, die was in het begin hartstikke belangrijk. Want
Moet je kunnen voorstellen, we hadden in het begin helemaal geen water. We hadden geen kraan, we hadden niks. Dus we moesten het water uit de vijver halen. Moesten we dat in het douchezak doen. En dan moesten we dat aansluiten aan een filter. En dat filter dat maakte ons water dus schoon. En dat konden we dus op een gegeven moment gaan drinken. Maar op een gegeven moment waren er 15 man. En die moet je dan faciliteren van met ongeveer 3 liter per dag. Nou, dan moet je je voorstellen hoeveel dat is, elke dag weer. Dus het was gewoon een dagtaak waar je mee bezig was. Op een gegeven moment gingen die filters dus kapot. En kwam steeds minder vloeiend uit. En op een gegeven moment was het ook nog het hele feest. En omdat ze kapot gingen, bleef de geur van de vijver erin zitten. Dus het begon echt te stinken naar echt van dat modder shit. Nou echt, geloof mij, dat wil je niet meemaken. Dus uiteindelijk, die filters die gingen half een beetje kapot. En het water werd dus een beetje verminderd. Nou, dan was het ook nog het feest. We hadden niet genoeg water voor iedereen. Dus sommige mensen dronken maar een liter. Sommige een halve liter per dag. Sommige 2 liter per dag. Toen ging het eigenlijk van, joh, wie pakt het meest en wie gaat voor zichzelf? Dat was een leuk sociaal experiment. Ja, in dat opzicht ben ik niet zo heel gretig van, ja, geef mij die fles maar. Dus uiteindelijk had ik heel erg veel last van uitdrogingsverschijnselingen. En een aantal mensen ook nog. Dat betekende dus dat je echt, je kunt het je bijna niet voorstellen, maar je voelt je echt heel erg zwak. Je bent gewoon helemaal futloos. En wij in Nederland kunnen dat ons eigenlijk niet voorstellen, want we hebben allemaal een kraan, we hebben allemaal een supermarkt. Maar dat betekent wel dat je echt dingen ondergaat die je eigenlijk niet eens weet wat het is. En ja, dat is best wel een raar gevoel. Uiteindelijk kregen we dus wel een waterkraan. Nou, dat was het meest lekkere en koude water wat er bestond. Dat was niet normaal. Voor 2 dagen en dan was het weer normaal. Dus ja, dan gaat het leven weer verder. Maar dat zijn allemaal processen waar je er dan doorheen gaat. En daar ben ik echt heel erg dankbaar voor dat ik dat heb mee mogen maken. En die ervaringen neem je mee voor je leven. En ik weet niet of ik ervan geleerd heb. Waarschijnlijk wel. Maar dat zijn allemaal dingen, ja, die ga je nooit meer vergeten. Als ik later oud ben, dan ga ik dat ook tegen mijn kleinkinderen zeggen. Nou, dat zijn mooie dingen. Ja, daar word ik gelukkig van. En nog een kleine side note. Hier staan ook de wietplantjes van Adriaan. Nou, is dat niet leuk? En dat is, hier staan 3 plantjes. In Nederland is het de bedoeling dat 5 gedoogd wordt. Maar gedogen betekent niet dat het legaal is. Gedogen betekent dat de politie even door de vingers kijkt. Het is wel illegaal. En dat is een beetje ook het experiment van, joh, wat gaat de politie hiermee doen? Uiteindelijk, de politie kan hier gewoon door de poort komen en zeggen van, joh, Adriaan, wil je hier afstand van doen? Als Adriaan zegt van, ja, is prima, wordt hij niet juridisch vervolgd en worden de plantjes meegenomen en dan mag het gewoon weg. Als hij zegt van nee, ik wil het houden, dan moet hij waarschijnlijk wel mee in het busje. En dan gaat hij naar het politiebureau en dan mag hij daar gaan uitvechten met justitie. En dat zijn allemaal wel leuke dingen, of leuke dingen. Ja, het is net wat je ervan vindt. Nou, ik vind het wel leuk, maar goed, dit werd wel heel persoonlijk dit. Dat was het. Nee, de wietplantjes. Ja, mocht je willen kijken, dan kan dat. Ze groeien, staat een ventilatortje op, staat een GoPro'tje op. Dus waarschijnlijk komen er leuke beelden van. En dan gaan we even naar de silo. Het laatste stukje. En hier is ook de bedoeling dat we niet naar binnen gaan, maar even gluren. Hier staan allemaal ramen, dus kun je ook even naar binnen gluren. De silo die kwam ook echt binnen als een heel klein pakketje. En toen dachten we in het begin ook van, joh, is dit de silo en moeten we hier echt in gaan leven? Uiteindelijk is het een beetje het boegbeeld geworden van Utopia. Utopia 2, zoals Utopia 1 de loods had, hebben wij de watersilo. Nou ja, ik heb het nog nooit gezien dat mensen in een watersilo wonen. Nou, wij doen het even. Het zijn allemaal leuke dingen die je thuis niet doet en hier wel. Ja, ik hou ervan. Beneden hebben we eigenlijk een paar bankjes. Hebben de vergadertafel en hebben de keuken en een voorraadhokje. En aan de bovenkant heb je eigenlijk de werkruimte. Dus dan moet je denken aan plottenmachines, kleding op voorraad en 2 computers. Ja, voor de rest is het niet zoveel. Ja, het is best klein. Voor 15 mensen is het best klein. Dus ik hoop dat er uiteindelijk nog een beetje een aanbouw komt, zodat we het eigenlijk nog wat fatsoenlijk kunnen maken. Maar ja, dat zullen we zien. En ja, Utopia is nog in de startfase. Dus wordt vervolgd, zeg ik dan. Dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het volgen van de rondleiding. Ik hoop dat jullie nog een leuk kwartier hebben van de markt. En dan wens ik jullie een hele fijne dag. En dank jullie wel voor het volgen van de rondleiding. Hebben jullie ook zoveel last gehad van processierupsen? Nee, we hebben er wel een beetje last van gehad. Het zat een beetje in de hoek. Oké. Oh, wacht even.
En mochten mensen nog vragen hebben, dan kun je ze gewoon stellen. Nee, in de hoek hadden we er wel een beetje last van. Maar we stelden niet zoveel voor. Er werd wel heel groots gebracht en oh, processie rups. Nou, ik vind het allemaal een beetje onzin. Ja, ik heb een vraagje. Wat vind je het moeilijkste aan het draaien? Het moeilijkste? Het moeilijkste draaien. Nou, genre wat ik nu doe, house, niet zoveel meer. Maar bijvoorbeeld nederhop vind ik wel heel lastig. Want die 105 bpm hebben. 105? Ja, nou, weet je wat het verschil is? Kijk, bij nederhop heb je wat meer dat de nummers heel erg nauw aan elkaar vastzitten. Dus dan moet je heel snel een effectje erop gooien en dan moet je het dan een beetje verdoezelen. En bij house heb je dat niet. Dan heb je bepaalde instartmomenten dat je denkt van nou, nu kan ik hem instarten. Poef. Ja, de drop. Ja, de drop. En dan kun je hem ook aanschuiven. En dan kun je de ene bas kun je uitdraaien. En dan kun je hem langzaam uitveden. Of in de drie tellen. Maar bij nederhop is dat niet zo. Hoe doe je dat met downloaden qua muziek? Ja, moeten we allemaal aankopen. Dus, mag ja. Niet via nee. Nee. Ja, dat is logisch op de tv. Dat is een dure hobby. Ja. Kijk, ja, ik weet het, ik ben fulltime DJ. Ah, kijk eens. Ja, vandaar dat dus ik dacht ik even. Al lachen. Dat is een beetje het probleem. Kijk, thuis kun je gewoon lekker een beetje kijken van joh, wat voor muziek heb je, wat wil je hebben. En dan kun je maar plop, 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 plop. Wil je daar ook gewoon het buitenspel mee doen? Ja, dat is wel de bedoeling. We zijn nu ook bezig met rappen en een beetje tracks maken. Dat is wel leuk hoor. Ja, dat vind ik echt heel leuk om te doen. Kijk, DJ vind ik ook hartstikke leuk. Ik wil gewoon lekker met muziek bezig zijn. En welke muziekstijl, want dat wordt ook aan mij ook wel als ik vraag. Nou, welke muziekstijl ga je dan het liefst draaien? Het liefst draaien wil ik nederhop. Maar ik vind house wel even lekker makkelijk om in te komen. Ja, dat is makkelijk. Even een beetje de basic. Ja. En nederhop is ook mijn eigen genre een beetje. Hè? Lil Kleine, Boef, Ronnie Flex, Kraantje Papi, een beetje die shit. Super populair ook, hè? Onder de, daarom. Vooral onder jongeren. Ja, ja. En dat vind ik zelf ook heel erg aantrekkelijk om zo maar te zeggen. Ja. Maar ik draai het zelf nog niet. Ik draai het af en toe. Omdat ik moet er nog even wat meer bijles in hebben, in dat opzicht. Dus we zijn nu wel bezig met nederhop om het zelf te produceren en te maken. En dan kunnen we gewoon lekker de poort uit en kunnen we een lekker optredetje doen. Ja, ja. En daar heb ik heel veel zin in. Gewoon lekker een soort van showtje maken. Kijk, weet je, ik heb niet zoveel met bouwen of weet ik veel wat. Maar ik vind het wel leuk om een lekkere show neer te zetten. En dat vind ik leuk. De microfoon ook? Wat zeg je? De microfoon gebruik, doe je daar ook aan? Of zeg je dat niet? De microfoon gebruik? Ja, tijdens het optreden. Tenminste, ik ben vorig jaar genomen voor beste all-round versie van Nederland. Oh, nice. Dus inderdaad geen klein dingetje meer. Nee. En wat je steeds vaker ziet, en vooral inderdaad als je daar vaker wil optreden, is inderdaad de microfoon gebruik. Ik bedoel, je deed het echt heel leuk. Ja, nou, dankjewel. Op het moment dat je daar op het podium staat met draai, dan denk ik dat die combinatie goud waard is. Ja. Ja, dat geloof ik wel. Ja, met DJ heb ik dat nog niet zo heel erg zeer. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik vind het wel echt heel vet bijvoorbeeld om met Jess op te treden. Dus gewoon lekker onze eigen nummertjes doen, lekker showtje omheen bouwen en zo. Ja, dat is op mijn lijf geschreven. Had je dat vandaag ook nog gedaan? Nee. Oh, ik zat nog te denken. We zouden het in eerste instantie wel doen. Ja, maar ik ben heel nieuwsgierig hoor. Ja, we zouden het in eerste instantie wel doen, maar dan verlies je een beetje de exclusiviteit. Ja, kijk, mensen komen nu gewoon voor €5 komen ze hier naartoe en dan voor een leuke dag. Maar we willen er eigenlijk een speciale dag van maken dat het gewoon lekker een feestdag is. Dus lekker muziek knallen en zo. En dat we dan gewoon onze eigen track ook mogen doen. En dat het onze single release is eigenlijk. Zo, daar zitten we een beetje naar te kijken. Als je een keer wat tips... Ja, nice. Ik kom een keer naar Spommers. Oh, nice. Nice. Wat jou zij heeft jouw gegevens? Je hebt mij... Hij heeft me doorgekrast, maar die heb ik nog wel. Oh ja, zie je, zo gaat dat hier. Ja, hij is DJ. Ja, dat wist je wel. Weet je wat ik zei? Het was van, oké, 2 minuten. Oh, wat leuk. Ja, dat is mijn school. Oh, wat leuk. Ik doe nu al bijna 8 jaar fulltime. En ik heb... Ja, en de grootste club zal mogen staan, maar ook inderdaad die kleinere feesten. En ik denk altijd als je... Dat is bij de club goed. Ja, hou ze wel apart van elkaar, hè? Niet dat ze één keer bij elkaar liggen. Meer. Ja. Ja, hier staat ze. Ik moet even geld wegbrengen. Kramen om de muts te innen. Ja, dat te denken. Maar ik moet nu even een video opnemen. En... Kom je dan daarna... zullen we anders afspraak maken dat jij de poffertjes doet en Smokey Boys? Dat ik de inheems pak en de ijskomman? Hey lieve dames, Merel komt straks voor jullie even voor de munten. Dan kunnen we direct even. Dan komt zij even bij jullie langs. Dan ga ik met haar tellen, ja? Top! Ja. Wil je nog een ijsje halen? Ik denk het wel, moet je nog even snel vragen? Hey! Merel komt zo even bij jullie langs voor de munten. Dat jullie, dan gaat Jesse met jullie afrekenen. Ja. Ja, is dat goed? Oké, top. Ja, prima. Ging het goed? Ja, redelijk hoor. Redelijk, oké. Ja,
Maar we vinden het wel heel leuk om nog een keer terug te komen. Ja, echt? Oh, ja. Tof. Oh, dat vind ik leuk dus, om te horen. Ja. Ja, overleg even met Merel. Ja, dan is het prima. Even kijken. Ja? Ja? Leuk. Ja. Ja. Alsjeblieft. Jongens. Ja. Topper, ik kom zo even bij je langs voor de dingen, want dan kunnen we het regelen. Ja, maar krijgen nog een ijsje straks, hè, van die bewoners, ja. Van die dingen, hè. Ja, zullen van die kerel, hè. Ja. Dus is het handig als we, want iedereen gaat nu zo inpakken. Ik ben al ingepakt, hè. Ja. Hoe gaan we dat even regelen? Want iedereen van ons is natuurlijk nu nog bezig. Hoe wou je doen? Meisje, ik heb geen haast hier. Nee? Oké, dan doen we het eventjes als... Ik ga toch niet meer toe vanavond, want ik heb er geen zin in. Ik heb het leuk gehad. Oké, tof. Het belangrijkste wat er is. Ja, toch? Ja. En ik zet op Facebook zet ik altijd waar ik ben. Dus ik heb tegen de 1000 klanten op Facebook of zo. Ja. Dus ik heb vanochtend gezegd bij Utopia vandaag. Leuk. En voor de rest, de mailbox zal wel vol staan straks, maar dan kunnen ze niet lezen, denk ik. Nee. Ja, dat denk ik wel rustig. Oké. Ik geniet er van het leven. Okay. Ja, toch? Maar dan... Jij ook hier toch? Ja, dat probeer ik wel. maar vind je het toch goed? Dan kom ik zo even bij je langs. Dan doen we even de munten regelen. En dan doen we daarna even de ijsjes met z'n allen. Dat is wel leuk als de hele groep bij elkaar. Als iedereen bij elkaar is. Dus nou zelf ik even afbreken zo. Dat maakt me niet uit. Oké, toppertje. Ik heb nog geen mijn wagen staat klaar. En ik kan zo het terrein af. Ik kan straks zo rijden. Dan ga ik recht naar huis toe. Ja. Flikker die wagen binnen neer. En, lekker naar huis toe. Lekker. Ja, heerlijk. Ik heb nog een tasje voor je, maar dat komt straks. Ja? Dan kom ik zo mag ook even. Of niet? Ja, tuurlijk, absoluut. Jongen, ja, tuurlijk. Ja, daar worden we hartstikke vrolijk van. Ja, topper. En dan kom jij naar mij toe of moet ik niet jou toe? Ik kom naar jou toe zo. Prima. Kom ik zo eventjes als je even wil kijken. Ja, ik heb het afgezet. Ja? Top. Kom goed. Nou, dan gaan we gauw zeggen. Ja, een toppertje. Ja, we hebben hartstikke veel geluk hier. Mijn jurk kapot. Wat is er dan? Ik zou wat zwart zitten. Of het, oh, of nou, dan moet ik. Draai ze allemaal. Ja, nee, het is een zwart plekje. Oh, shit. Oh, nou, dan moet ik. Doe ik wel even dan. Ja. Hoi, lieve mensen, was het leuk? Ja, joh. Ja? Ja, hoor. Bedankt, hoor. Ja, was het bedankt? Ja. Ik heb. Mag ik nog stiekem iets proeven? Wat wil je proeven? Ja, ik heb nog helemaal niks van jullie gegeten. Ik wil gewoon iets weten of iets heel leuk. Geef die dame dit. Nee joh, ik hoef niet alles, maar heel klein, iets heel klein. Een stukje. Geef door. Er is een vork daar. Er is een vork daar. Ja, dat weet ik. Dat zei hij ja. Maar dat ging je nog doen. Wees jou volgende keer komen met de rottebanen en de saté. Oh. Ja, en weer pom, want oh, lief het, ik eet geen vlees. Oh, je eet geen vlees? Nee. Oh. Dan mag ik niet. Oh, jee. Ja. Oh, waar dat geen vlees waren. Alles is vlees? Oké, dan heb ik al pech. Koeken heb ik alles. Ja? Vegan of veganist? Vegetarisch. Vegetarisch, hoor. Ja. Oh, ja. Nee, maar daar heb ik andere. Nou, eigenlijk, ik eet het wel, maar ik heb voor mezelf besloten om niet meer zoveel te doen. Okay. Ik was een dikke vleeseter hier buiten. Ik vond het zo lekker. Vlees is lekker, hè? Vlees is het beste wat wel. Ja, lekker, hè? Oké. Voor een lekker gebakken kip. Oh ja! Pollo, oh. toch? Ik heb nog wat lekkers voor beide steden. Ja? Oh, jij bent een topper. Lekker. Ja, toch? Ja. Maar goed, als je straks komt, dan sta ik hier. Okay. En daar is het dus. Okay. Ja. Alles is daar dan. Ja. Hoi. Waar is Jessie? Weet ik niet. Ze wil roken eigenlijk. We willen graag eerlijk antwoord op de nachtvoerster. Ik zou het niet doen. Maar nog niet. Hij is wel in de leren zo. Ja, dat werd ook al eerder gezegd. Wil je ook even voor mij, Ger? Ja, dan mag je zelf draaien. Oh, topper. Mag ik er ook Maar een? Deze dames willen ook een. Ja. Oh. En ik ook, hè, jongens. Ja. Maar rookt iedereen in Utopia? Nee.
Jee! Yes. Thank you. Welkom, welkom. Oh. Zo. Lekker. Ja. Adriaanse zakken zijn goed gevuld. Hoe bedoel je? Ik stond bij de bar was een meisje. Adriaan. Alsjeblieft. Hey, joh. Prachtig. Man van de uitkoopwagen. Ik zei zeg maar. Ik weet het goed gemaakt. De volgende keer. In september. Dan is het natuurlijk vaak eind september. Dan is de markt. Yes. Doeg, fijne dag. Nee, nee hoor, kom goed. Op, ja, wens 10 uur, 10 uur zijn we erbij. Dan zei hij van ik weet het goed gemaakt. In september is het natuurlijk niet, verkoopt het niet heel goed. Maar mensen komen voor ons. Dus ik wil elke vrouw. Gewoon ongeveer een uurtje. In de ijskarwagen de volgende markt. Ja. Ik vind dat best een leuke deal. Dan komt die, weet je, 20% voor ons. En is iets waar we over na kunnen denken. Ook gewoon leuk. We hebben het namelijk ook zo'nzelfde constructie gehad met toen de poffertjes. Mm-hmm. Is ook niet echt rendabel. Niet? Nou, ook omdat er best wel wat handelingen zeg maar, in verwerkt waren, maar ook omdat je zeg maar, een soort van onnodig loopt te splitten met een externe partij. En dat de marge van 20% eigenlijk super laag is. Als je hem vergelijkt met bijvoorbeeld de verkoop van de frikandel, waar de marge 80% op is. Of 90% zelfs. Ik wil gewoon bij de ijskommand staan. Nee, ik snap het maar. We werken 1 dag in de maand. Auw. Oh, sorry, ik dacht dat ze steviger waren. Nee, ik heb last van mijn voeten. Maar ik mag toch ook wel gewoon een keer iets leuks doen. Hallo. Hoe heeft u het vandaag gehad? Leuk. Ja? Leuk? Mooi zo. Fijn. Fijn. Ja, druk, maar leuk. Ja. Hele drukke dag. Hele drukke dag. Helemaal vermoeid. Op. Je ziet het. Anders, hè? Anders. Is goed, dan een fijne avond. Fijne avond. Doeg. Nee, natuurlijk mag je een keer wat leuks doen, maar... Wil bij de ijskommand. Waarom moet dat precies die ene dag zijn? Omdat dan de ijskommand er is. Niet. Wil bij de ijskommand. Voor ons weegt 20% niet af tegenover een arbeidskracht die we eraan verliezen. Ijskommand. Dacht ik, stel je nu alvast teleur zal dat niet later komt. Als je het wil, gaat het lukken. Maar ik weet niet zeker of ik het wel echt wil. Dus dat is een beetje. Ja. Ja. Easy. Beetje met zo'n klikkertje zo klik klik wat foto's maken. Oh, wat hebben we het zwaar. Heb je het zwaar gehad vandaag? Oh, oh. Jullie hebben kijk, Chantal heeft hard gewerkt. Nathalie heeft hard gewerkt. Eveline heeft hard gewerkt. Maar jullie, ja. Toch meer een soort van siertaakje, toch? Jens. 21, 22. Werk niet, gewoon slaan. Die hele bar aan elkaar. Nee joh, ze moet even. Tuurlijk. Ik zal het onthouden bij deze. Moet ik graag voor de bar staan? Nee. Foto's maken echt mijn ding. Ja, hè? Maar ik vind het goed van ik weer. Die man, ik weet even niet hoe die heet. Ik ook niet. Ik ook niet. Hij heeft Brendan vandaag helemaal geholpen met stroom en zo. Want die aggregaat die stond helemaal op zijn maximum. Zeg maar we waren net zoveel aan het verbruiken als een kermis. Dat is wel heel veel. Ja. Hoezo? Die aggregaat die trok het bijna niet. Die trok het niet. Je hebt gewoon allemaal
Nee, maar hij was hier ook de hele tijd. Maar, zeg maar, hij is... Onze frituurpan is eruit geklapt. Hoeveel koelkasten kunnen er op één groep, denk jij? Geen idee. Hij zegt 2. Dat zou best kunnen, geen idee. Terwijl we daar 8 plus biertap vorige keer hebben gehad. En ik snap wel dat je kan overbelasten, maar hij zegt dat elke koelkast 1500 watt nodig heeft. En dat een groep maximaal 3000 kan verbruiken. En als je dan iets wat een maximum heeft van 3000, 18000 kan draaien, zogenaamd. Dat is... Ja, ik heb er geen verstand van. Nee, en ik zeg, als iemand vertelt dat hij zijn eigen elektriciteit in zijn eigen huis heeft aangelegd, dan geloof ik dat. Nee. Ja, en ik zie niet waarom je sceptisch moet zijn. Ja, wat haalt hij eruit om dat te zeggen terwijl het niet waar is? Hij haalt er niks uit, hij wint er niks mee. Ik denk dat zijn info-input niet klopt. Ja, dat zou kunnen. Maar hij heeft toch zijn eigen elektriciteit in zijn eigen huis aangelegd. En ja. U ook bedankt. Bedankt hoor. Ja. Oh, niks. Hoeveel koelkasten kunnen er op één groep? Hoeveel koelkasten? 3, 4. 5, 6. Ligt eraan. Hoeveel neem ik koelkast? 600 watt? Nou, zeg maar, de man die assisteert, die zei dat elke koelkast 1500 watt nodig heeft. En dat één groep maximaal 3000 kon hebben. Nee, 3500. 3500 is maximaal wat één groep kan hebben. Ja? Hoi, doei doei. Wel thuis, hè? High five! Au! Hey, doei doei. Maar voor mij is 700 of 800 watt één koelkast. Ja, het kan best dat de informatie-input niet goed is, maar hij heeft wel goed geholpen en weet je, zoals als hij er niet was geweest, dan was die haspel niet uitgerold. En die haspel, die draad van die haspel was echt heel heet toen we hem uitrolden. Het kan gewoon doorbranden. Weet je, dat soort dingen zijn wel belangrijk en we hebben hier eigenlijk gewoon de ballen verstand van. Ja, echt geen klote verstand. Nee. Dit was mijn laatste. We hadden Mike natuurlijk leuk en toen die wegging. Ja. Dus neem even maf. Hij heeft Brennan nu al een aantal uitgelegd. Leuk en aardje niet met z'n. Nee, ja, kom wel goed hoor. Ja. Maar doe die gewoon beter weten. Je gaat vloggen worden. Als ik ga reizen, dan ga ik. Ik doe eigenlijk ook maar wat. Ik heb het idee, Brennan weet van er kan één frituurpan op een groep. Maar verder de informatie waarom en zo snapt hij niet. Nee. Dus. Maar eigenlijk denk ik dat als wij weten omgaan met onze elektriciteit, dat we helemaal geen 8 graden nodig hebben. Nee, dat denk ik ook niet. Jens, ga jij zo tellen? Wat tellen? Jesse. Voor de winst, ja. Want ik heb hier natuurlijk ook de voetkramen. Oké. En hij heeft een berekening gemaakt, dat moet nog even nageteld worden. Hij zegt dat hij dit van ons krijgt. Dit krijgt hij van ons? Ja. Want hij heeft, eens even kijken. 241 munten keer 2 is dit bedrag. Dus dan moeten we die munten nog even tellen. Hij heeft cash, heeft hij nog dit binnengehaald. En hij heeft €23,50 met de pin. Dus een totale omzet van €574,50. Waarvan dus dan €114,90 van ons is. Dat is die percentage. Moet je hem nog wel even uitrekenen. Ja. En dan betekent dat hij die €460 nog krijgt. Want dit is van welk van de Smoky is dit? Nee, dit is van de IJsman. Ik wil even gedag zeggen. Oh ja. Hey, doe. Jij zet wel als de mensen nog zijn. Dat is leuk. Groetjes aan iedereen. Ja, hey, dank je. Doei. Volgende keer komen we eerder, want we hebben gehoord dat je dan misschien langer mag blijven. Ja, oké. Oké, ja. Waar is je shift nu? Oké. Hey, doei. IJs. Want dit krijg je zo meteen van allemaal en we moeten ze allemaal uitkeren. Je krijgt van vier kramen krijg je dit. En dit is van IJs. Kijk, en eigenlijk kan dit niet, maar dat heb ik met hem afgesproken, omdat het pan met de liepen zijn klanten weg. Toen zei ik, oké, dan doen we dat. En dat heeft hij dan hier, zit als goed is dat cashgeld ook. Alles, hè? Ja, helemaal super, dankjewel. Dank u wel. Want je kan hem nog even narekenen, maar ja, zij kunnen natuurlijk niet eerder weg voordat ze dit natuurlijk hebben gekregen. Ja, snap ik. En ik wil nog €10 zakgeld eigenlijk, want ik moet nog iemand €10 betalen. Maar dat is wat anders. Want dit is zeg maar dus even een ding. Ja. 460, dit krijgt hij van ons, zeg ja. Want dat klopt natuurlijk niet, want dit is wat hij maar aan munt heeft ontvangen. Ja. En dit gedeelte cash, dat gaat hij natuurlijk niet weer terug ontvangen van ons. Nee, dat is hier. Kijk eens.
Oh, dat heeft hij hier gewoon erbij zitten? En hij heeft de pin ook erin gedaan. De pin is... Heeft hij ook met onze pinapparaat? Nee, dat heeft hij met zijn eigen pin gerekend. Dus dan moet je even kijken hoe dat... Dit is wat hij... Kijk, hij legt nu... Koud. Doei. Doei. Dankjewel. Ja, komt goed. Hoe was je dag is? Ja, goed. Ja? Jij? Ja, goed. Ging het goed in de snack? Ja, moe. Ja, dat geloof ik wel. Ik ben echt kapot. Ik kan echt niet meer. Ik zak bijna door mijn benen heen, zo moe ben ik. Ja, dat geloof ik wel. Het is hard werken daar. Ja, maar ook omdat ik gewoon kut slaap. Dus ik merkte gewoon dat ik sowieso heel vaag was. Ja. En dat ik gewoon niet uitkwam met mijn scheppen en mijn woorden. En dat het gewoon niet lukte. En dat ik echt merkte, ik ben echt traag. Ik ben echt traag. Gewoon mijn hele hoofd is Ja, dat kan ik me voorstellen. Op. Ja, want vooral als je niet goed slaapt, dat is echt... Ik kon vanochtend wel janken. Ja. Ik werd wakker en ik zat... en ik keek naar de kast, zeg maar. Ik wist niet wat ik aan moest trekken, maar het was niet omdat ik niet wist wat ik aan moest trekken, maar ik lukte gewoon niet. En ik kon echt wel janken. Dat ik echt zei, jezus, wat voel ik me slecht. Maar waarom ga je dan niet naar de dokter voor even wat Ja, dat heb ik al gedaan. Oh. Ik heb al gezegd van, joh, want er wordt telkens maar dingen geadviseerd. Yoga, weet ik veel, die melatoninepilletjes voor jou. Ja. En, ja, en we hebben dat ook en ik ken het wel. Dat ik zit, ja, maar doe er dan wat aan. Ja. Maar nu heb ik gezegd, ik ben... Jullie gaan hier eigenlijk over, toch of niet? Hoor ik van Jess. Over dat de jullie stellen per station. Wat heb jij voor Want dit is dus het ding. Vet, hè? Ja? Mag ik eens zien? Twee... Wat heb je die gekocht of gekregen? Nee, gekocht. 12,50 bij de ene laatste. Mooi. Met 2,41 munten. Wat leuk. Ja. Maakt het totaal van 4,82. Sorry, ik ga even. Maak dit zeg maar als totaal en dat dan met 20% heb je hier als gedeelte overbrekend. Ja. Dan is dit het gedeelte wat we uitkeren, maar is dat dan nog iets? Heb je nou zoveel maaien, hoor? Brandon! Yes. Gezondheid! Deze moet gewoon naar boven. Alvast ik ga hem gewoon even daar zitten. Beneden. Nee, we kunnen beter gelijk alles naar boven gooien. Want weet je, we moeten de silo ook opruimen. Ik had een meid die ging janken omdat ze mij. Ja? Oh god, dat is wel echt. Ik dacht mezelf, nou, je bent de eerste. Meestal janken mensen omdat dat ze me zien. Van. Ja. Van hij ziet er eng uit. Nog. Nee.